Verrassende winnaars in de 30 kwadraat. Ja, klopt. Wij stonden 2 puntjes achter de nummer 21. En die had vlak voor de start had hij de boel stuk. Dus die, ja, die heeft niet kunnen zeilen. Waardoor het voor ons eigenlijk ja, zaak was voor een beetje uit te zeilen. En bij de eerste te eindigen, maar goed, dat was niet zo spannend meer. Vaker de Sneekweek gewonnen? Al 14 keer. Hoe voel dat, de 14e keer? Nou ja. Ja, elke Sneekweek is bijzonder. Hè? Dus, wat maakt deze zo bijzonder? Nou, dat de jeugd een beetje op begint te komen. Ja. Dat is hartstikke leuk, dat is prachtig voor de klasse. Dus ja, kijk, we zijn allemaal al over de 60. Dus ja, dan moet de tijd dat er wat jeugd aankomt. Hè? Veel ervaring aan boord. Ja. Begin je spieren te merken, dus dat is arbeiden op je 60e. Of 61 inmiddels al. Oh, dat wel. Ja. Dus ja, nee, het ging heel goed. En we hebben een aantal mooie series gevaren. En daar konden we een paar keer flink 1 blijven. En nou ja, 1 hele slechte wedstrijd met die lichte wind. Nou ja, en nu een beetje geluk op het eind van de dag. Dus dat ging alles heel goed. Ja. Heb je genoeg ruimte aan de muur om al die borden op te hangen? Nou, hij heeft een hele mooie oplossing gemaakt. Een grote lamp in de hal van gemaakt. En ik heb ze op zolder of in de garage ergens. Ja. Wat maakt de 30 kwadraat klasse na zoveel jaren winnen nog steeds leuk? Ja, een hele goede vraag. Spectaculaire boog. Ja, kijk, en wij zitten er eigenlijk mee. De overstap naar de regenboog zou leuk kunnen zijn. Maar ja, dat is met harde wind natuurlijk geen mooie boot. Dan moet je tegen die muur aan hangen en dan wil de bemanning die vertikt dat. Dus dat wordt hem gewoon niet. Dan heb je nog maar 1 keuze, dat is 30 kwadraat zeilen. En het is een hele leuke klasse. Dus gezelligheid op de steiger ook, hè? Gezelligheid op de steiger, 50-60% zeil. En de rest is het sociale gebeuren hier met de hele club. En met name op de maandagavonds, wat nu tegenwoordig al een traditie wordt. Ja, en daar halen we muzikanten heen. En ja, dat begint al een heel happening te worden, zeg maar, voor de 30 kwadraat. En voor andere klasses ook. Die beginnen er links en rechts hier ook al wat hoekjes gevuld worden met borrels en dergelijke. Dus ja, dat maakt het leuk in zo'n klasse.